Mekasu. Hallo Slaap en Kip, een nieuwe video. Vandaag nieuwe Call of Duty Advanced Warfare video voor jullie. Gaan vandaag de Supremacy DLC komen. Je ziet zo de gameplay. Ik heb net de Ball Inferno Royalty gehaald. Hier zie je hem. Ball attachments en dingen al. En ik heb tegelijkertijd ook de Psychedelic Exo gekregen. Zo wilde ik even aan jullie laten zien. Alleen de gameplay die je hier ziet. Of die hierna komt. Die is toen ik nog niet zoveel attachments had. Want er was wat mis met de audio. Maar dan dacht ik, wil even mijn wapen laten showen. En dan ja, hier zie je hem. Ik heb hem nou natuurlijk met goede attachments. En de Ball Inferno is echt hartstikke goed. Dat moet ik even toegeven. Maar de Psychedelic Exo ziet er ook hartstikke sick uit. En ik hou er wel van om een beetje op te vallen in het in combat. Maar ja, dan komt nu de video. En ja. Hallo mensen, daar ben ik dan. Ik ga vandaag de Skyrise DLC. Of de Skyrise map spelen van de Supremacy DLC. Dus ik heb er zin in. Hopelijk hebben jullie er ook zin in. En ja. Ik heb zin in deze match, want het is natuurlijk de remake van Hi-Rise. En ik ga natuurlijk met de Ball Inferno. De royalty versie natuurlijk, want ik heb die net gekregen. Zoals je net in het voorstukje al zag. Hier zie je een bal. Ik heb alleen maar... Weet je wat? Ik ga voor de eerste keer voor een sniper. Ik ga het gewoon eens even proberen. Zo, mors. Gewoon eerste keer voor een sniper. Ga het vanavond met mijn bal. Want vroeger kon je altijd... En bij twee kon je altijd zo naar de overkant snipen. Ah, ja, dat kan dus daar, maar moet je even anders doen eigenlijk. Zo, vette remake. Ik heb deze map nooit gespeeld, maar ik weet wel zeg maar hoe alles eruit ziet en wat het dan is. Je kan zeg maar ook aan die kraan zo. Zeg maar vernieuwd Hi-Rise. Maar op dit moment heb ik dus een sniper en geen bal. Dus ja, dat is gewoon moeilijk. Vooral, ja, nou ja, ik heb nu gewoon... Hoppa, dit wapen, dus gaan we nu eens even enemies ownen. Ik heb er zin in. Kom op jongens. Oh, yeah, that makes sense. Nou. Ik weet niet wat jij daar op die ladder aan doen was, maar... Nee, ik ga denk even campen. Holy shit, ik word bekogeld van twee kanten. Nopes, ah, noes. Wauw, oké, ik zie het al. Bij deze maps willen mensen campen. 1 om 2, lekker dan. Dit is echt zo'n map waar je ergens boven kan zitten en kan snipen. Ik weet wel, Modern Warfare 2 is dat veel moeilijker om daar te komen. En ik ga alweer gelijk slecht. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ik ga deze scores even omdraaien. Want dit is trouwens ook de eerste keer dat ik deze map speel, dus... Ja, jij mag wel dood. Kijk, dat ding kan je kapot schieten. Dat wist ik niet. Oh, en dat ding naast mij ook. Oké, shit. Run! Ja, kill! Met dat ding. Een car. That ain't no car. Nou, ik smikte er vol boven. Ik ben echt slecht. Kom op jongens. We moeten het even doen. Kijk, zie je daar? Oh mijn god. Ik zie, als je sniper, silver bullet met thermal heb. Unstoppable. Kijk, dat bedoel ik. Wat slaat dat nou weer op? Ik schiet hem helemaal vierkant naar je oom mij. Oké, retry. Ik zie, als hij me nou killt, jongen. Wauw, oké. Wat de campers in deze map. Holy crap. Jezus. Ik dacht dat Hi-Rise leuk was om te rondrennen. Het enige wat ze aan het doen is lopen fucking te campen. Hier ook. Kijk, nou zitten we op een rol. Deze score gingen we omdraaien natuurlijk, hè. Oh, 60 longshots. Ah, beter. Beter, hè? Oh, nou, hij is al gekild. Nou, die faggot natuurlijk je daar ook nog. Oké, als dat maar lukt. Mooi, met een headshot. Yes, headshots zijn altijd welkom. Dan heb je natuurlijk je pro-attachments. En nou ga ik off. Ik moest even reetje. En jij mag daar niet gaan campen, jongeman. En jij gaat mij ook niet snipen. Oh, wat? Ze spannen overal. Oh, dit is sowieso beneden, ja. Oh yes, ik heb nog steeds een kill, jee. Assistant suicide. Gelukkig heb ik dan die kill, daar is ik wel blij mee. Maar even uitkijken hier voor de snipers. En hem kill ik. En... Oh, daar schiet ik wel heel erg mis. En hem kill ik, hoppa. Ja.
Slecht beginnen is een goed einde natuurlijk. Oh, ik hoor enemies. Enemies. Oh shit. Oh yes, hipfire. Oh, bijna weer een hipfire. Ik moet hipfire kills halen en headshots, want dan krijg ik een krijg attachments die ik wil. Ik zou zeg maar quick draw, want deze zoomt niet zo snel in. En ik wil die andere. Wat was het stok? Oh shit. Oh, ik kwam er even goed vanaf. 12 mag. Nou, ik denk dat het redelijk goed is, maar... Soms helpt het om even snel te ragen. Alleen ragen is meestal niet zo heel goed. Alleen, ja, nou... Als het je helpt, doe het dan vooral. En scheld dan vooral de kleine kinderen uit. Nee, grapje. Nee, grapje jongens. Als je Call of Duty wil spelen, mag dat. Wisten jullie dat ik al vanaf mijn 9e Call of Duty speelde? Nou, dan weten jullie dat nu ook al. Toen speelde ik... Dat was ook mijn eerste Call. Het was Modern Warfare 2. Dat was mijn eerste Call of Duty. Toen ging ik serieus hier... Ja, dat was hier. Toen ging ik zo hier opleggen. Op dit ding liggen. Met een thermal sniper. Ging naar de overkant kijken. Echt als een noob, maar dat maakt niet uit. Maar nu ga ik 1508. Dat is nogal een flinke verbetering. Eerst nog negatief. Nou positief. Dus... Oh, dit was dit. Dus ik vind het echt vet nagemaakt. Laat achter in de reacties of je misschien ook de Supremacy DLC hebt. Want dan kunnen we misschien samen een keertje spelen op de Xbox One of zo. En als je op de Xbox 360 hebt, dan kan dat natuurlijk ook, want dan kan ik hem ook even downloaden of zo. Ja, choke. Weg. Nee, die wil ik natuurlijk niet choken. Achter me. Ja, mooi. Headset for life. Nog maar een paar kogels. Zal ik deze kill... Nee, dat wordt hem niet. Ja. Oh mijn god. Het is een camper. Oh. Hallo. Boom. Hey. Hallo meneer de camper. Ja, ben kut. Ik kom even snel naar binnen. En ja... Laten we gewoon lekker verder gaan. Ik ga net een assist. 16 op 9. Oh man. Flikker toch met die assist. Ik heb al 4 assist. Nee. Nee. Oh yes. Ja, dat is een beetje moeilijk. Dan moet je door de dingen gaan knallen. Dan gaat hij net weg. En dan wordt ik voor geturnt. En dan niet leuk. Waar de enemy zet. Hier zijn ze. Hipfire. Nou. Reloaden kunnen. Reload snel. En kill hem. En gaan naar de volgende. Oh wow. Ja, zag je hem? Dat was een camper. Kom, die gaan we ownen. Moet je opletten. Ah, wat? Hij verknalt het. Gast, je laat je teammate toch niet campen? Pot voor koffie. Oh, deze moet sowieso even afgeknald worden, want ik haat hem. Hier, oh, moet hij daar maar niet zitten. Maar heel veel mensen die wisten niet dat je er op die kraan kan lopen. Dus ik heb nou nog niemand te zien zitten, maar daar kan je dus wel heen. Oh, choke aim. 20 om 10, gaat nog wel redelijk. Dan heb ik even deze skill hier. Oh, wat voorspelbaar. Call of Duty natuurlijk altijd die spans. Holy shit. Ship. Die Inferno is hartstikke goed. In het begin ging ik echt slecht. Maar nu ga ik natuurlijk hartstikke bezig. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat hij nog een keer sprong. Ah, well played. Even kijken, hier zijn sowieso enemies. Oh, M1 was pure kak, maar gelukkig heb ik een longshot. Oh kijk, er zit eindelijk iemand. Weer een longshot. Kijk, nu komt er sowieso iemand hieruit, hè? Kijk, dan kijk ik zo naar links en dan komt er iemand. Ja, en ik zei het. Jongen. Ik zei het gewoon. Nee, nu gaat hij me niet nog een keer killen. Ah, daar zit een camper in het hoekje. Hallo, camper. Doei, camper. Hallo. Ben je gedropshot owned, noob? Oh, ah. Oh, let's go! Sorry voor het geschreeuw. Ah, ik hoorde hem al schieten, maar ik moest reloaden. Let's go, man. Jemig, het gaat echt goed, jongens. Eerst ging echt slecht.
Maar we hebben... Oh. Ah. 28 om 14. Nou, daar ben ik al redelijk trots op. Wil ik even de laatste kill? Oh, nee, ik heb niet de laatste kill, maar ja. Bedankt voor het kijken, vrienden, meneer, en te liken en zo. Dat was dus een video van de Skyrise DLC. Met de Inferno die ik net heb gehad. Dus ja, bedankt voor het kijken, vrienden, meneer, en te liken en zo. Laat ook achter een reactie welke video van de keer wilt, want dan weet ik dat. En ja, later.